zijn vandaag beland op het kruispunt van drie beroemde dalen. Het Brandendaal, het Walsertaal en het heel beroemde Kloostertaal. We zijn in de Alpenstad Bloedens. En als je in deze regio verblijft of in de Vallei van Montafon, dan moet je op zijn minst één keer je vrouw hiermee naartoe nemen. Want hier kan je heerlijk shoppen. Behalve shops en een heerlijke historische binnenstad heeft Bloedens ook belangrijke dienstverleningen voor iedereen die in deze regio een vakantiewoning als investering wil kopen. Hier vind je bijvoorbeeld de trooihand, ofwel de notaris. Gerard vertelt ons er straks over, maar er is meer. Ja, wat heel veel mensen niet weten, Bloedens is ook de chocoladestad. Want wat is er hier gebeurd 125 jaar geleden? Milka werd hier geboren. Inderdaad, dat is de melkchocolade gemaakt uit die Alpenmelk. En wat zo interessant is, niemand weet waar die naam vandaan komt, terwijl het zo simpel is. Milka, van het Duitse woord mil, milch, en ka van cacao. Zo simpel is het. Daar is die. En laat ik nou toevallig zelf chocoholic zijn. Milka. Om iets te kopen in Oostenrijk heb je uiteraard een vastgoedexpert nodig die alle ins en outs van het Alpenland kent op dat gebied en, als het kan, Nederlander is. Gerard kent dat wereldje hier op zijn duimpje. Gerard, ze noemen dit een zonnebalkon. Kan je wel zeggen, toch? Ja, mooi toch? Even de eerste vraag, heel belangrijk. Waarom is Oostenrijk zo'n goed land om in vastgoed te investeren? Ja. Het land zelf? Het land zelf. Politiek stabiel, economisch goed. De huizenprijzen gaan enorm. Ja. Er is constant schaarste aan leuke producten. Dus ja, allemaal ingrediënten voor een mooie investering. Als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar, zie je een hele stabiele, geleidelijke waardestijging. Maar goed, de afgelopen 2-3 jaar is het natuurlijk fantastisch geweest. Is nog harder gestegen. Oké, dus je vastgoed krijgt meer waarde. Wat vind jij zo aantrekkelijk hier aan deze regio? Ten opzichte van die andere gebieden vind je hier nog meer pure Oostenrijk, zeg maar. De kneuterige dorpjes, de winkeltjes, noem maar op. Het is hier nou wat dat betreft nog iets authentieker. Mm-hmm. En ja, fantastisch aan te rijden vanuit Nederland. Oh ja, het is natuurlijk dichterbij dan Tirol bijvoorbeeld. Ja, ik merk dat Montafon of Vorarlberg is niet het eerste gebied waar veel mensen aan denken. Maar het is fantastisch te bereiken vanuit Nederland. Het is echt goed aan te rijden. Allemaal snelweg. De laatste 10 minuten is binnendoor. Ja. Dus wat dat betreft echt ideaal voor Nederlandse kopers. Precies, daarom zijn we hier. Want de Alpin Family bouwt in St. Gallenkirch een schitterend nieuw appartementenhotel waar nog legio mogelijkheden zijn. Suites, appartementen en penthouses met een goede huuropbrengst. Spannend, zo'n investering, maar vrij gemakkelijk. Hoe moeilijk is het voor een Nederlander om vastgoed te kopen, om iets te kopen hier in Montafon of een andere regio van Oostenrijk? Dat is helemaal niet moeilijk. Het is eigenlijk een heel eenvoudig proces. Alles is overzichtelijk, van de voorlopige koopovereenkomst tot aan de uiteindelijke notariële akte. En alle stappen die daartussenin zitten, daar begeleiden wij iedereen bij. Zodat het allemaal helder is van wat er precies moet gebeuren. En wil je financiering, dan hebben we connecties met lokale banken. Daar brengen we mee in contact. En dan is in veel gevallen zo'n 50-55% van de aankoop is ook heel goed te financieren. Als je dan een appartement koopt, bijvoorbeeld in het Avenida Resort Montafon, wordt het dan je vakantiehuis? Hoe zit dat hier precies? Ja, wat wij in verkoop hebben bij Montafon is echt een zogenaamd apart hotel. Dus dan heb je een volwaardig appartement als onderdeel van het hotel. Daarnaast heb je dus ook de hotel services. Dus je hebt room service, elke dag hoe je bed heeft opgemaakt. Je krijgt schone handdoek als je het wilt. En op het einde van het jaar een beetje rendement bijschrijven. Hoeveel is dat gemiddeld? Nou, Montafon kent dan een vast rendement van 4% over je totale investering voor 20 jaar. En dat wordt dan in het 11e en het 16e jaar wordt het geïndexeerd. Dank je voor je tijd. Oké. En wij gaan ook iets spannends doen. We gaan morgenochtend fietsen met Sebastiaan en Catharine. Twee Nederlanders die hier in de regio wonen. Een prachtige mountainbike tocht. Montafon is dé ideale regio voor talloze activiteiten in alle jaargetijden. Samen met wandelen en skiën staat mountainbiken hier bijvoorbeeld stevast in de top 3 van outdoor sporten.